Deze tentoonstelling van Museum Singer-Laren is samen met 9 andere tentoonstellingen genomineerd voor de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2023. Yes! Vind jij dat deze tentoonstelling de prijs verdient? Breng dan je stem uit. De komende minuut laten we zien waar de tentoonstelling over ging. Let's go! Singer-Laren is een museum, theater en beeldentuin in het hart van kunstenaarsdorp Laren met kunst van grootheden als Sluiters en Rodin. De genomineerde tentoonstelling is Kees van Dongen, De Weg naar Succes. In de tentoonstelling zie je hoe het Kees van Dongen lukt om naast Matisse en Picasso uit te groeien tot een van de meest toonaangevende kunstenaars van begin 20e eeuw. Met bijzondere bruiklenen werden de stappen van een jonge Rotterdammer richting zijn cruciale rol binnen de avant-garde van Parijs gereconstrueerd. Opvallend aan de kunstwerken van Dongen is het gebruik van onnatuurlijke en expressieve kleuren. Speciaal voor de tentoonstelling werd het werk De Jeu gerestaureerd. En daardoor werden de kenmerkende lijnvoering en typerende schildertechniek weer zichtbaar. Let bijvoorbeeld op het witte licht, reflecterende lichtroze tinten en groene schaduwtonen. Vind jij dat deze tentoonstelling de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs verdient? Breng dan nu je stem uit via www.tentoonstellingsprijs.nl en maak zelf ook kans op mooie prijzen.